Hallo allemaal, ik ben Nerf Cowboy en welkom bij deze gloednieuwe unboxing review van een gloednieuwe blaster. Deze is echt wel behoorlijk nieuw. Ik heb vandaag een wat mindere dag, dus alvast sorry. Want ja, ik heb een nieuwe mobiel gekocht, maar een hele hoop nieuwe dingen mee en alles. En ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, ik heb vandaag dus een video voor jullie van de Nerf Rival Curve Shot Sideswipe. Dit is een subseries van Nerf. Nerf Rival, eigenlijk een subseries van Nerf Rival. Het is Rival. Alleen dan een extra series er soort van bij, want dit is Curve Shot. En wat het eigenlijk doet is dat je om hoekjes kan schieten en zo. Ik begrijp daar niet helemaal de nut ervan. Maar het zal wel goed zijn. Ik heb hem bij nerfpeltjes.nl vandaan voor 40 volgens mij dat die was. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten waardoor je gelijk bij deze blaster komt. Laten we nu maar naar de doos gaan kijken. Nou, zoals je ziet, het is een half open doos. Dus ja, je hebt hier wel wat dingetjes en zo, maar je kan de blaster nog wel aanraken en dus beschadigen. Je ziet hier nog Nerf en Rival. Nerf is echt nog nooit zo'n saai logo geweest. En voor de rest, hier nog, daar komen 12 rounds. Sideswipe XXI 1200. Schiet zo'n 27 meter met curve shots ook. En voor de rest Curve Shot, 14 Plus en Hasbro. En op de zijkant, als ik het goed had, ja, staan er ook nog aanbevelingen voor een aantal blasters. Voor de, ook van de Curve Shot, de Flex, de Finisher en de Roundhouse. Nou, van de Finisher heb ik natuurlijk een review. De Roundhouse niet, die is nooit uitgekomen tot nu toe in Nederland. En de Flex hoop ik binnenkort te kunnen doen, als die ooit uitkomt. En voor de rest staat hier nog wat dingetjes van wat die kan en zo. En dat is het eigenlijk wel. Laten we nu maar gewoon uit de doos gaan halen. Goed, in de doos krijg je de blaster, je instructies, je bolt action, zo te zien is het een bolt action blaster. En je krijgt je 12 rounds natuurlijk. Die zien we ook weer tegenwoordig in een papiertje soort van zitten. In plaats van in een plastic zakje. Zou wel goed met milieu dingen te maken hebben. Goed, ik ga voor de rest vandaag ga ik niks mee opnemen. Dat ga ik morgen wel allemaal doen. Ik ga voor nu alleen dit ding eventjes een beetje testen. En dan kom ik voor mij is morgen weer bij jullie terug. Maar jullie in een paar seconden. Oké, de Sideswipe. Wat moet ik over zeggen? Het is een chille blaster, maar of die herinnerd gaat worden in de toekomst, I don't know. Lastig. Gaan we achterkomen in deze video. Goed, de blaster is voor de rest gewoon goed. Hij werkt, hij doet wat hij moet doen en dat is helemaal top. Natuurlijk heeft hij wel zijn... Wauw, heb ik hem hier nou geschaafd? Blijkbaar heb ik hem hier beschadigd en zo. Maar goed, deze blaster heeft natuurlijk een speciale functie en zo. Dat je de barrel kan ronddraaien en alles. En dat hij dus speciale curve dingen kan doen. Aangezien het ook Curve Shot heet. Maar goed, dat gaan we vandaag allemaal gewoon een beetje laten zien. Hopelijk. Misschien, ik heb geen idee. Ik heb het wel een beetje getest, maar ik heb niet zo'n enorme kamer. Dus ik merk het niet extreem, zeg maar. Maar goed, laten we eerst naar de blaster kijken. Nou, zoals je al eerder ziet, de blaster ziet er heel raar uit. En aan de voorkant heb je natuurlijk de barrel. Voor de rest kan je geen barrel attachment points of wat er ook op doen. Het is een rifle blaster. Natuurlijk heb je een soort van sight en zo. Daarmee kan je in ieder geval richten. De barrel kan natuurlijk draaien. En hij heeft meerdere punten waarop hij vast komt te zitten. En vanaf die kan je gewoon schieten. Je hebt natuurlijk gewoon een standaard positie. En dat is gewoon normaal rechtdoor. Een beetje omhoogachtig is dit eigenlijk. Waardoor natuurlijk de balletjes veel verder te kunnen komen. En dat is gewoon met deze twee haken omhoog. En dan heb je ook nog een kant naar de zijkant. Naar links toe. En dan maakt hij een curve daar naartoe. En natuurlijk heb je ook naar de rechterkant. En je hebt helemaal onderop dat hij vastklikt. En het is een goed vastzittende klik. Je kan hem niet zo heel makkelijk weer losmaken. Als je ergens tegenaan stoot, dus echt met je hand, moet je hem weer losmaken. Dat is vrij simpel. Ja, aan de voorkant heb je voor de rest een soort van hendel waar je kan vastpakken. Een soort van grip. Zeg wel soepel.
chill en alles. Ja, en boven de rest nergens, tactical wheels of wat dan ook. Maar dit hele gedeelte is de magazine. En het ziet er heel apart uit, maar het is toch echt de magazine. En die zit aan de andere kant. Het is een magazijn wat zoals de Finisher Mag is, weet je wel? De magazine van de Finisher. Die had dit ook, waardoor je hem aan de zijkant zeg maar kon schuiven en via daar kon reloaden. En hij houdt inderdaad 12 balletjes vast en ja, ik vind het een unieke manier, maar ik vind het niet de beste manier. Ik vind het wel een gave manier, maar niet de beste manier. En voor de rest, ja, als je 12 balletjes hebt gereload, kan je deze clippen omhoog doen. En ja, zelf moet je hem dan schuiven, maar omdat hij leeg is, schiet hij gewoon in één keer omhoog. En aan de andere kant heb je allemaal van die gaatjes en daardoor kan je de balletjes zien. Op zich best wel een gave manier. En je ziet nu de spring en alles zie je er doorheen. Hier heb je voor de rest ook nog natuurlijk de safety. Dus ja, omlaag is safety. Kan je de trigger niet indrukken. Omhoog kan je de trigger wel indrukken en kan je dus schieten. Voor de rest heb je de trigger. Nou, trigger is gewoon licht gewicht. Best chill en comfortabel. De grip ook. De grip is enorm. Zoals de normale rifle blasters. En is gewoon chill. En je hebt voor de rest aan de andere kant heb je de prime, maar die kan je aan beide kanten kan je doen. Het is namelijk een schroef prime, dus je kan hem gewoon zo losdraaien. En dan heb je hem los en dan kan je hem ook aan de andere kant doen. Mocht je toevallig linkshandig zijn, ik ben rechtshandig, dus ik prime met de linkerhand eigenlijk. En ja, dus ik heb hem hier ook aan de linkerkant zitten. Vrij korte prime en op zich normale staal prime voor rifle. En hij schiet best hard. Hij schiet gewoon rifle performance. We gaan natuurlijk dadelijk de FPS zien en zo. Maar ja, de prime is vrij licht. Nou, licht. Standaard prime. Een beetje zoals de Kronos. Zo zwaar een beetje. En voor de rest ja, heb je ook nog een prime release ding. Unjamming button. Volgens mij dat heet ook weer. Ja, de unjamming button. Mocht je toevallig een jam hebben tijdens... ja, heb je geschoten bijvoorbeeld of zo. Ja, wil je schieten en hij doet het niet of zo, heb je een jam. Dan kan je deze indrukken en dan kan je weer primen en dan kan je hem desnoods de jam eruit halen. Je hebt voor de rest geen access door of wat dan ook, dus het wordt wel lastig, want dan moet je het via de magazijn doen. Maar ja, zo kan je ook volgens mij denk ik wel double shoot doen, ik weet het niet. Maar zou kunnen. En voor de rest aan de achterkant heb je hier een stak, zover je het een stak wil noemen. Het is super klein en... super oncomfortabel. Ik heb hem gewoon lekker los van mijn lichaam. Ik wil hem wel zo vasthouden, maar het is niet chill. Ik heb hem voornamelijk gewoon zo los van me af. En ja, ik weet niet. Stark is nutteloos. Voor de rest is dat eigenlijk het wel zo'n beetje. Het is een hele uniek uitziende blaster. We hebben nog nooit zoiets gezien. Maar op zich wel een gave manier. En ja, op zich is dit ook nog een manier om vast te houden. Mocht je enorme handen hebben. Ja, super unieke manier, maar ja, niet per se slecht. Dus ik heb niks anders meer te zeggen over deze blaster. We gaan gewoon lekker schieten. Oh, het heeft trouwens ook nog een priming indicator hier aan de achterkant. Hij wordt geel wanneer je hebt geprimed. En wanneer je schiet, wordt hij gewoon weer oranje. Maar goed, laten we nu maar gewoon lekker gaan schieten. Ik heb hier wel even zin in. Oké, ik heb 12 rounds hierin gedaan. Voor de rest, ik moet zeggen, reloaden is best slow. Want je kan maar één bal tegelijk doen. En het is een best strakke fit hier zo zeg maar in. Zodat de balletjes natuurlijk niet zomaar uit kunnen vallen. Maar het is niet het beste systeem om te kunnen reloaden. Maar goed. We gaan 2x12 afschieten van beide kanten. En dan ja, hebben we wel denk ik wel weer genoeg geschoten voor de firing test. Dus let's go! Ik zal eventjes een beetje de side dingetjes laten zien en zo. Dus ik zal eventjes
drie balletjes van de bijl naar links en drie balletjes van bijl naar rechts en drie balletjes van de bijl naar onder zal ik laten zien. En ja, misschien zien jullie het een beetje hoe het gaat en anders, ja, dat dus. En dat doe ik gewoon weer van deze tenminste van de angle van daar. Dus laten we dat maar eerst even laten zien. Ik zal voor de rest ook eventjes bijzetten wat, of naar boven, links, rechts of naar onder. Zodat jullie weten wanneer ik welke kant op schiet. Dus, natuurlijk kan je ook naar de bijl kijken, maar is makkelijker denk ik voor jullie. Dus let's go. Ik heb de sideswipe met 12 rounds gevuld. Hopelijk konden jullie het er net een beetje zien met de curve. Volgens mij niet helemaal. Ik zag het zelf ook niet helemaal top. Maar het werkt wel. Maar ja, in zo'n korte space is het niet het makkelijkste te zien. Maar goed, ik heb de chronograph aangezet. En we gaan kijken hoe hard dit ding kan schieten. We gaan gewoon de barrel recht houden. Want het heeft geen verschil als het goed is met FPS. Dus let's go. Nou goed, een beetje de standaard FPS zo te zien van de sideswipe is rond de 90, tussen de, ja, de 80 en 90 FPS. Wat gewoon ja, een beetje iets lager is dan de standaard Nerf Rival performance tegenwoordig. Dus ja, het is een beetje rond de Chronos level. Dus is dat goed? Ja, is niet slecht per se. Het is nog steeds een Rival Blaster en hij schiet nog steeds best hard. Dus ja... Maar raad ik de sideswipe aan tegenover alle andere blazers die er tot nu toe zijn? En daar moet ik op eerlijk zeggen nee. Want in het algemeen... Dus ja, het heeft niet echt veel nut. Om het eerlijk te zeggen, weet je wel. Want vrij simpel, als je de blaster die je hebt gewoon naar links kantelt, krijg je hetzelfde effect feitelijk. Dus... Ja, heeft het nou werkelijk veel nut? Nee, totaal niet. Natuurlijk hoef je dan je blaaster niet helemaal naar links te doen. Maar ja, wie doet dat überhaupt, zeg maar? Dat vraag ik me af eerder. Wie doet dat eigenlijk? Maar goed, ja, voor de rest, weet je, het is een leuke blaaster. Hij ziet er leuk uit, heel uniek. Maar het is niet per se een verbetering tegenover de andere Nerf blaasters die er zijn. Dus ja, voor de rest, mocht je alsnog geïnteresseerd zijn in deze blaaster, hij is op zich nog best wel voor een normale prijs te kopen op nerfpeltjes.nl. Dus ik zal een linkje in de beschrijving zetten, waardoor je gelijk bij deze blaaster komt. En voor de rest wil ik je super erg bedanken voor het kijken naar deze video. En vergeet even niet te liken en te abonneren als je nog niet hebt gedaan. En ik zie jullie allemaal weer later.